Hallo, mijn naam is Marcel van Driel en dit filmpje is voor Aisling. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, want dat is... Ik heb het even opgezocht op internet, maar volgens mij is Aisling goed. Hey, hallo, ik ben de schrijver van superhelden.nl, deel 1, deel 2 en natuurlijk deel 3. En ik kreeg werkelijk een geweldige mail van Aisling. En wat ik heel erg stoer vond daarin, is ze vertelde dat ze graag de boekbespreking wilde houden over alle drie de delen. En dat haar moeder had gezegd, nee, dat doe je niet. Je hoort een boekbespreking maar over één boek te doen. En toen dacht Aisling aan Iris, de hoofdpersoon in de boeken. En hoe voor haar eigenlijk niks onmogelijk is als je het maar echt wil. En besloot om het toch over alle drie te doen. Want als je moet kiezen tussen vechten en vluchten, dan kiest Iris voor vechten. En Aisling ook. Hey, en Aisling, je had ook een paar vragen aan mij. En een van die vragen was of ik schrijven leuk vond. En dat vind ik een hele leuke vraag. Want heel veel kinderen vragen waarom ik schrijven leuk vind. En schrijven is helemaal niet altijd even leuk. Ik ben zo'n schrijver die het leuk vindt om te gaan schrijven. Want dan zit ik helemaal vol met ideeën over wat ik allemaal wil gaan doen. En ik vind het ook altijd geweldig als ik heb geschreven. Want dan kan ik het teruglezen en denk ik, oh, dat stukje is wel heel erg gaaf geworden. Maar het schrijven zelf, ja, dat is vaak ook gewoon werk. En vooral als het niet lukt en het is worstelen, ja, dan is het soms best wel eens lastig. Ja, je vroeg ook hoe mijn dagelijks leven er nou uitzag. Nou, ik ben vader van twee jonge kinderen. Nou ja, jong, 6 en bijna 10. En wat ik ze eigenlijk doe is, 's morgens breng ik hun eerst naar school. Dan ga ik sporten, dan ga ik naar huis en dan ga ik schrijven. En ik ben eigenlijk een avondmens, dus ik zou het liefst 's avonds en 's nachts schrijven. Maar ja, dat werkt niet zo goed als je kinderen hebt. Dus 's morgens ben ik niet altijd even op mijn best. Maar gelukkig heb ik daar een geheim middel voor. En dat is koffie. Als ik morgens maar genoeg koffie drink, nou, dan komen de woorden er vanzelf wel uit. Nou, je vroeg ook nog of ik als kind ook al schrijver wilde worden. Nee, toen wilde ik astronaut worden. Dat is niet gelukt, maar ik heb wel een paar boeken geschreven over een jongetje wat een Xbox ombouwt en een ruimtepak aantrekt en daarmee de ruimte ingaat. Hey, ik wens je ontzettend veel succes met je boekbespreking. Kinderen in de klas, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Dat jullie allemaal de boeken gaan lezen, want die zijn echt hartstikke leuk, al zeg ik het zelf. En natuurlijk, als jullie aan het eind Aisling moeten beoordelen, dan geven jullie haar een uitstekend... Hebben we dat afgesproken? Wens ik jullie met z'n allen een fantastische fijne dag. Grote groet van Marcel van Driel.